Yes, Paul hier en welkom weer bij een gloednieuwe video. Vandaag heb ik een speciale presentatie voor jou klaargemaakt. Ik hoop dat je deze content waardeert, want ik stop hier redelijk wat tijd in om jou hier wat dingen mee bij te brengen. Deze video gaat over hoe je donkere dagen overwint. We hebben allemaal onze goede dagen en allemaal onze slechte dagen. En ik ga je precies helpen hoe je daar doorheen komt als jongeman. Oké. Iedereen heeft dus donkere dagen. Ik heb die zelf ook en ik heb die heel veel gehad in het verleden. Dingen waar het niet mee zit. En ja, iedereen heeft dat. En zelfs mensen aan de top. Dus ik merk het nu ook, nu ik het geld verdien wat ik graag wilde verdienen, dat je nog steeds problemen hebt die niet alleen met geld te maken hebben in dat geval. En de man die alles heeft wat je maar zou ooit willen in het leven, of het nou vrouwen zijn, of een mooie auto, of een mooie locatie waar hij woont. Ik ben bijvoorbeeld nu momenteel in Bali en reis hier de wereld rond. Daar heeft iedereen ook zelf slechte dagen. En donkere dagen zijn hier om te blijven. Dus ik ga je vertellen, in je leven ga je nog genoeg donkere dagen en genoeg shit meemaken. Maar dat gaat je wel creëren en maken als man. Maar we kunnen deze dagen wel overwinnen. En dat is puur een stukje mindset waar ik het je met je vandaag over wil gaan hebben. Oké. Ik heb twee mindsets. En dat is de leeuw en de poesie in dit geval. En ik heb geprobeerd in mijn leven de poesie te verslaan. Je hebt altijd dat stemmetje in je hoofd die het niet wil doen als je bijvoorbeeld naar de gym wil of een ijsbad neemt. Of bijvoorbeeld die leuke meid wil aanspreken in een kroeg, et cetera. Ik heb geprobeerd om die stem in mijn hoofd kapot te maken, weg te krijgen. Maar het heeft weinig effect, want die stem die blijft er inderdaad. En ik voel mezelf daarom ook geen lafaard als ik bepaalde dingen doe waarvoor ik dus bang ben. Dan ben ik dus geen lafaard. Maar als ik het niet doe, voel ik mezelf wel een lafaard. En ik behandel deze stem echt als een kleine bitch. En ik verleid hem dus met kleine beloftes. En daar luistert hij ook naar. Dus ik zou zeggen: oké, als je dit doet, dan krijg je dit. Dus bijvoorbeeld, als je nu even 3 uur lang werkt, dan kan je even wat gaan eten. Of bijvoorbeeld, als je nu naar de gym gaat, dan krijg je een fitte lichaam. En dan kan je daarna wat iets gaan eten. En dat is een goede manier. Dus eigenlijk eerst dingen doen en daarna pas die beloning voor jezelf erin zetten. Oké. Iedereen heeft dus deze donkere dagen en hoe kan je deze dus gaan beperken van schade? Zorgen dat dat ja, niet te veel impact heeft op je gehele leven. En die donkere dagen gaan super snel voorbij. Dag heeft 24 uur en een dag is ook zo om. Nou, tenzij je dus gaat vals spelen en jezelf beter wilt gaan laten voelen. Dus je bent nu in een positie, je voelt je slecht, je hebt een kutdag, dingen gaan niet goed. En soms hebben we dat allemaal wel eens in onze mind dat het niet gaat zoals we willen dat het gaat. En dan kan je daar heel erg mee zitten. Nou, wat is dus vals spelen? Is drugs, alcohol gebruiken of porno of te veel social media om jezelf beter te laten voelen. Dit gaat ervoor zorgen als je dit doet dat je donkere dagen blijft houden voor de rest van je leven. En het beperken van deze schade gaat je redden. Dus vermijd hierbij drugs, alcohol, porno, sociale media. Dingen met satisfaction. Dus dingen waar je gelijk dus shit van krijgt. Gelijk dopamine, gelijk een reward voor krijgt. Ik zou liever, als je je dan slecht voelt, naar de gym gaan. Werken aan je dropship store. Bepaalde skills ontwikkelen. Moeilijke dingen doen, zodat je een makkelijker leven krijgt. In plaats van makkelijke dingen doen, waardoor je dus een moeilijk leven krijgt. Nou, plan vooruit. Als je elke week een plan hebt om te gaan met je donkere dagen, ben je ook niet bang voor je als je een keer een slechte dag hebt. En dus slecht in je mindset zit. Die hebben je dan niet meer in de macht. En de pussy in je gaat dus hierin langzaam dood. En dan blijft alleen de leeuw nog over. Oké, nice. Dat was hem eigenlijk alweer voor vandaag. En daar wilde ik het met je vandaag over hebben. Ik hoop dat je dit een super waardevolle video vond. Volg me op Instagram en op Facebook, Paul van Sprundel. En dan check je weer terug in een andere video. Ciao, ciao.